Spellenzolder. Dit keer het spel Escape from Colditz. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers waar je ongeveer 3 uurtjes mee zoet bent. En in dit spel gaat de ene speler in de huid van de Duitsers kruipen en proberen om alle andere spelers ervan te weerhouden om te ontsnappen uit het befaamde kasteel Colditz. En velen van jullie zullen de verhalen kennen van het kasteel Colditz, waarin de geallieerde officieren door de Duitsers gevangen werden gehouden. En deze officieren hadden over het algemeen een wat hoger gemiddeld IQ en verzonnen talrijke plannen om te ontsnappen uit het kasteel. En wij gaan dat verhaal naspelen. Het doel voor de Duitsers is dus om te zorgen dat er niemand ontsnapt. En het doel van de geallieerde spelers is natuurlijk om te ontsnappen. We gaan eerst maar eens kijken wat we krijgen voor ons. Zoals jullie zien heb ik de doos niet meer. In het spel krijg je natuurlijk de spelregels en die zijn er gewoon in het Nederlands. Met nog een stukje geschiedenis eraan. Een opstelling voor 2, 3, 4, 5 en 6 spelers en de verschillende terreintypes. Verder krijg je een aantal kaarten, alles of niets kaarten. Uitrustingsstukken, kanskaarten, ontsnappingskaarten. De zeszijdige dobbelstenen, 2 stuks. En je krijgt een heleboel verschillende kleuren pionnetjes voor de verschillende krijgsgevangenen. En tot slot natuurlijk het speelbord met daarop de plattegrond van het kasteel Colditz en de omliggende terreingedeeltes. Dat is wat we krijgen. We gaan eens een spelletje spelen. En zo ziet het spel er aan het begin uit opgezet voor in dit voorbeeld 4 personen. 1 speler is de Duitsers en de andere 3 spelers spelen de geallieerden. Het doel van de Duitse speler, zoals ik al zei, is voorkomen dat deze geallieerden ontsnappen uit de gevangenis. En je ziet overal buitenom het bord zie je van die doelwit schijven. En dat is eigenlijk het doel waar zij naartoe moeten om te kunnen ontsnappen. En dat is natuurlijk het doel van de geallieerden. Je speelt in je eigen team, dus in dit geval heeft elke speler 6 pionnen van zijn of haar kleur. Maar je probeert ook nog eens een keer onderling een beetje samen te werken. Want de Duitse speler heeft natuurlijk heel veel mannetjes in het veld en beschikbaar. In dit spel krijgt de Duitse speler 14 wachters. Hij plaatst er zoveel op de binnenplaats als dat er teams zijn, dus in dit geval 3. En vervolgens mag hij nog 2 tot maximaal 7 pionnen plaatsen buiten het kasteel. Dus laten we zeggen dat hij zegt, ik neem de volledige hoeveelheid van 7. En die plaats ik op strategische posities. En je ziet, ik plaats altijd op zwarte stippen, want dat zijn de uitgangspunten van de Duitsers. Daar plaats ik dan de overige 7 stuks. Wat ik dan nog niet heb geplaatst, komt in de barakken. Hierbovenaan liggen burgerbenodigdheden, touw, een Duits paspoort, een draadschaar en een sleutel en de alles of niets kaarten. Aan de zijde van de spelers, de officieren, geallieerde officieren, liggen de kanskaarten en de Duitse speler heeft binnen handbereik de bewakingskaarten. De speler links van de Duitse speler is de startspeler, die begint de beurt en dan gaan eerst alle geallieerde teams 1 voor 1 en dan eindigt de beurt met de zwarte, de Duitse speler. En dan ga je naar de volgende. Aan het begin van het spel is het even handig om af te spreken hoeveel tijd je wilt besteden aan het spel of hoeveel ontsnappingspogingen nodig zijn voor de officieren om te winnen. Dus bijvoorbeeld je zegt het spel duurt 2 uur of als de officieren erin slagen om 2 mannetjes naar buiten te weten te krijgen. Nog even over de kaart. Jullie zien dat die opgedeeld is in kleuren. Het grijze gedeelte is het kasteel. Hier het witte vlak is de appelplaats. Op de appelplaats zijn de spelers veilig. Verder zien jullie hier zo nog van die blauwe vakjes. Dat zijn veilige spots, safe havens. Als een spion daar staat, kan die ook niet gearresteerd worden, net zoals hier op de witte vakjes. Dan zien we hier buitenom het bruine met een stukje groen, dat is de buitenplaats. Daar kun je aangehouden worden, om wat voor reden dan ook, want daar mag je niet zomaar komen. Tot slot hier zo het beetje olijfgroene, dat is de weg naar vrijheid. Daar mogen de Duitsers niet komen, behalve als ze een ontsnapte gevangene aan het achtervolgen zijn. Tot slot hebben we hier het bruine spoor, hier. En hier, dat zijn tunnels, die worden middels speciale kanskaarten opengesteld. En de gele vlakken, dat zijn zoeklichten en daar mag een gevangene zijn verplaatsing nooit beëindigen. En het laatste wat ik jullie wil laten zien zijn deze stippen hier, de zwarte stippen met een wit getal erin. En dat wil gewoon zeggen hoeveel touw je nodig hebt. Staat er 20, dan heb je 20 meter touw nodig. Elke touwkaart geeft 10 meter, dus heb je 2 touwkaarten nodig om
hier eroverheen te klimmen. En hier zo bij de kantine staat 10, dus dan heb je maar één keer een touwkaart nodig. De zwarte stippen, dat zijn de beginposities waar de Duitse speler zijn wachters kan het spel inbrengen. Als daar om wat voor reden ook een speler op gaat staan, dan blokkeert hij dat punt en zal de Duitse speler op een andere zwarte stip naar buiten moeten komen. En dan wordt het de hoogste tijd om een spelletje te spelen. Ik ga natuurlijk zometeen weer, zoals gebruikelijk, de spelregels uitleggen. Als jullie de spelregels lezen die geleverd zijn bij het spel, en er zijn wat varianten uitgebracht door verschillende uitgeverijen, dan zullen jullie misschien denken van, hey, sommige regels staan in mijn boekje anders. Daar zijn inderdaad wat onduidelijkheden in. Sommige dingen staan hier niet goed in, sommige dingen staan hier helemaal niet in en sommige dingen staan hier fout in. Dus ik heb wat de board game gemeente samen heeft besloten als de juiste regels, en die heb ik uitgeprint en die ga ik jullie uitleggen. En op die manier speelt het spel gewoon het beste. Als een speler aan de beurt is, gooit hij aan het begin van zijn beurt de 2 dobbelstenen. Het aantal ogen dat hij gooit geeft aan hoeveel stapjes hij of zij mag doen. En die ogen mag je verdelen over alle pionnen uit jouw team. Dus in mijn geval gooi ik nu 8. Ik heb 6 pionnen, dus ik zou alle pionnen 1 stapje mogen zetten. En 1 pion 3 stapjes, en of 2 pionnen 2, etc. Gooi jij dubbel, dus zou ik in dubbel 6 gooien. Dan mag ik nog een keer gooien. Krijg ik meer ogen, dus kan ik meer verplaatsing doen. Dat mag ik maximaal 3 keer doen. Dus in mijn beurt, als ik 2 keer dubbel gooi, dan mag ik nog een derde keer gooien. Dan heb ik mijn maximaal aantal worpen gehad. Dan heb je een heleboel ogen en daar mag je gewoon mee gaan wandelen. Wat mag bij het verplaatsen niet? Ik mag niet dwars door andere pionnen heen lopen. Daar zal ik omheen moeten lopen. Wat ik wel mag doen met mijn verplaatsing is, ik mag tegen een Duitse officier pion aanlopen. Dan ben ik hem een soort van aan het uitdagen van, joh, wat moet je nou? Dan gaat hij me aanhouden. En als ik dat doe, gaat de Duitse pion waar ik tegen aanloop terug naar de barakken. En de pion met, waarmee ik tegen hem aanliep, die gaat de cel in. Want ja, je moet niet met de Duitse officieren gaan lopen spotten. Daar krijg je gezeik van. En dan zit je in de cel. Daarnaast, als ik dubbel gooi, mag ik natuurlijk nog een keer gooien, zoals ik net zei. Plus, dan mag ik één van mijn officieren uit de cel halen. Die komt dan hier zo op het zwarte vakje te staan tussen de cellen. Hier hebben we nog meer cellen. Dan komt die hier te staan. En is dat vakje bezet, dan zet je hem er zo dicht mogelijk links of rechts naast. Dan is er nog een laatste iets bij het gooien. Gooi ik 3, 7 of 11, dan mag ik een kanskaart pakken. Ik heb een limiet van 3 kanskaarten in mijn hand. En pak ik dan een 4e kanskaart, dan zal ik die in mijn beurt moeten spelen, moeten afleggen of weggeven aan een andere officier, aan andere of geallieerde speler. Heb ik dat gedaan, dan geef ik de dobbelsteen door naar de speler links van mij, dan die speler. En dan gaat de Duitse speler. De Duitse speler werkt eigenlijk hetzelfde. Ook hij gooit gewoon met de 2 dobbelstenen, heeft hij dubbele ogen, dus gooit hij 2 ene. Mag hij nog een keer gooien tot een maximum van 3. Zo krijgt hij zijn verplaatsingspuntjes. Hij verplaatst op dezelfde manier zoals wij. Ook hij mag niet dwars door pionnen heen lopen. Hij heeft nog een tweede ding wat hij niet mag. Jullie zien hier op het bord, zien jullie van die zwarte lijntjes. Dat zijn eigenlijk toegangen tot kamers. Wat een Duitse speler niet mag doen is, hij mag niet die kamers in. Binnen in het kasteel mag hij niet die kamers in. Of hij moet toevallig een doorzoekingskaart hebben gespeeld, waardoor hij zichzelf toegang heeft gegeven tot die kamers. Wat een Duitse speler ook niet mag doen, is bewust doorgangen gaan blokkeren, zodat spelers er niet in kunnen. Dat mag hij gewoon niet doen. Als hij een gevangene aan het achtervolgen is, ander verhaal, dan mag hij dat wel doen. Maar in principe mag hij niet zo gaan staan dat spelers er niet langs kunnen, dus ook niet bij de goederen kunnen komen. Dan moet hij maar gewoon aan deze kant gaan staan en zorgen dat hij er vlakbij is. Wat hij ook mag doen, is de ogen van zijn dobbelsteen gebruiken om nieuwe wachters vanuit zijn barakken in het spel te brengen. Elk oog geeft hem de mogelijkheid om 1 soldaat vanuit de barakken op een zwarte stip te plaatsen. Dus als hij bijvoorbeeld in totaal 7 heeft gegooid, kan hij zeggen 1, 2, 3. En dan ga ik nog plaatsen 4, 5, 6, 7. Wanneer mag een Duitse wachter nou een officier aanhouden? Op de binnenplaats, het binnen in het kasteel, oftewel het grijze gebied, mag een Duitse wachter een officier alleen maar aanhouden als deze 1
van de 4 ontsnappingswerktuigen heeft. Dus of die een touw, een paspoort, een sleutel of een draadknipper heeft. Die kaarten hoeven de officieren trouwens niet open voor zich neer te leggen. Ze pakken er gewoon eentje en die leggen ze dan dicht voor zich neer. Maar dan kan de Duitse officier, de Duitse speler kan gewoon zien, hij heeft ontsnappingsuitrusting. Als dus een speler hier op de binnenplaats een uitrustingsstuk heeft, dan mag de Duitse speler zijn wachter er tegen zo'n pion aanlopen. Dan gaat zijn pion terug naar de barakken. De officier gaat de cel in. En het uitrustingsstuk blijft bij die speler. Je moet het zo zien. Dit hele team van 6 rode mannetjes. Als één ervan, als de speler ervan het touw heeft, dan hebben ze allemaal touw. Totdat de kaart weggewerkt wordt. Zijn de gevangenen buiten het kasteel, dus lopen ze op de binnenplaats, dan mogen ze altijd aangehouden worden. Of ze nou wel of geen uitrustingsstukken hebben. En dan is het weer hetzelfde. Je loopt tegen de speler aan. De Duitse wachter gaat terug naar de barakken en de officier gaat de cellen in. Als je buiten het kasteel aangehouden wordt, dan ben je een van je kaarten kwijt. Een van je uitrustingstukken. Behalve als je de verbergplaats speelt, en dat is deze kaart. Want die voorkomt dat jouw uitrustingstuk weggaat. En dan ben je deze kaart ook gewoon kwijt. Maar normaal gesproken zou je dus, als je hier buiten wordt aangetroffen, ben je gewoon één van je uitrustingsstukjes kwijt. En dat is minder. Wederom, ook in de buitenplaats zijn blauwe plekjes waar je dus niet aangehouden mag worden. Dus de safe spots. En ook voor de Duitse officier geldt, gooit hij een 3, een 7 of een 11, dan pakt hij een bewakingskaart. En dat zijn weer kaarten die geven hem weer mogelijkheden om ons als gevangenen binnen het kasteel te houden. Het doel is natuurlijk ontsnappen. Om te ontsnappen heb je 2 dingen nodig. Nou, eigenlijk globaal 2 dingen. 1. Je hebt een burgeruitrusting nodig. Zonder een burgeruitrusting kun je niet ontsnappen. De burgeruitrusting telt niet mee als een van de 4 uitrustingstukken waarop de officieren je kunnen aanhouden op de binnenplaats. Maar dat zijn gewoon dingen die je nodig hebt om te overleven in dit geval. Een vermomming, vervalste documenten, een kompas en een blik spam. Hoe gaan we die verzamelen? Nou, daarvoor moeten we een beetje door het kasteel gaan hobbelen. Jullie zullen zien dat er op het kasteel kamers zijn met allerlei objecten erin. Maar hier hebben wij de vermomming, een blik spam, vervalste papieren en een kompas. Lukt het mij om een gevangene in elk van deze kamers te krijgen? En in het begin is het natuurlijk makkelijk, want de Duitse officieren kunnen je niet in de weg gaan staan en ze kunnen je ook niet aanhouden. Dus dat gaat vrij gemakkelijk, dat is een kwestie van tijd. Heb jij dus 1 pion in elk van deze kamers, dan krijg jij de burgerbenodigdheden. En er zijn ook kanskaarten, die geven jou bijvoorbeeld al een blik spam. Dan hoef je niet meer naar die kamer, dan zeg je gewoon ik heb papieren, een hoedje, een kompas. En ik heb hier een kaart die zegt dat ik ook spam heb. En voilà, dan heb je deze kaart, de burgerbenodigdheden. Heb je die kaart, dan mag je gaan beginnen aan het ontsnapwerk. En om te ontsnappen, ja, er zijn verschillende routes. Je kunt proberen middels touwen over muren te gaan klimmen. Je kunt proberen met valse passen door beveiligingspoortjes te lopen. Of met sleutels door poortjes heen te lopen. Dat mag allemaal, maar dan moet je die objecten natuurlijk krijgen. Jullie zullen zien dat ook die objecten in kamers verstopt zitten. Sleutels hebben wij hier en iets verder naar onderen hebben wij hier zo paspoorten liggen. Hoe krijgen we die te pakken? Ook van deze kamers, dus de sleutelkamer, paspoortkamer, zijn er 2 op het bord. Wat je kan doen is je kan zorgen dat je in elke kamer 1 gevangene hebt staan. Dus zowel in deze paspoortkamer als in de andere. En dan krijg je onmiddellijk het paspoort. Of je zorgt dat je met 2 mannetjes van jouw kleur in dezelfde kamer komt te staan. En dan krijg je hem dus ook. Dan heb je de sleutel. Wat nog wel grappig is, als de Duitse speler een beetje zit te slapen en jij loopt hier zo over een vakje waarop staat een pas. En de Duitse speler vraagt niet, laat mij even je paspoort zien. Dan ben je er gewoon door. Dan had hij maar even moeten controleren, want de Duitse is wel de wachter. En als hij dat niet in de gaten houdt, dan sneak je gewoon lekker verder. Dat lukt overigens niet met een sleutelvakje. En touw en draad doorknippen, dat kan ook niet. De sleutel en de paspoortvakjes, als je daar voorbij gaat, dan hou je het object gewoon. Als je wilt ontsnappen middels touw en vervolgens middels een draadschaar,
Dan moet je dat afleggen. Dit is een 10. Dus dan heb ik één kaart. Één touwkaart moet ik afleggen. Dan ga ik van dit vakje naar dit vakje. En vervolgens heb ik hier weer één draadkaart voor nodig. Draadschaakkaart. En dan kan ik gaan proberen het stuk te gaan rennen naar de exit. Het is alleen op dit soort momenten dat een Duitse officier mag volgen. Kijk, een Duitse officier zal niet gehinderd worden door een sleutelvakje. Dat is geen enkel probleem, hetzelfde geldt voor paspoortvakjes. Maar een Duitse officier mag niet, en je gaat nooit tegen de richting in, dus dat kan die sowieso al niet. Maar een Duitse officier, als die hier staat, mag die niet zeggen, oh wacht, hier loopt iemand, daar ga ik ook even naartoe, lalalala, want hij heeft geen touw. Dat mag hij alleen doen als er dus een ontsnapping plaatsvindt, en dat betekent dus dat er gebruik wordt gemaakt van de ontsnappingsuitrustingsstukken, en dan mag hij volgen gelijk over de route die de gevangene aan het volgen is. Dus als de gevangene hier zo, ik ontsnap via touw, en ik heb een draadschaar, plop, lalalala, dan mag de Duitse officier zeggen, ja, ho, nou kan ik hier achteraan, want hier hangt een touw blijkbaar. En dan kan ik ook alleen via dit stukje kan ik eruit, want dit is ook een verbinding. Hier liggen ook twee cirkels die elkaar grenzen. Maar dat mag niet, want hier is niks doorgeknipt. Dus dan mag ik alleen via dat stukje erachteraan gaan en hopen dat ik hem kan, ja, een soort van ticketje spelen. Tik ik hem aan, is die aangehouden, ben ik ook weer weg. De Duitse speler heeft natuurlijk veel meer bereik, doordat hij vanuit zijn barakken plop 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 overal heel snel tevoorschijn kan komen. Dus de geallieerde spelers zullen samen moeten werken met elkaar. Wat mogen zij doen? In hun beurt mogen ze met elkaar kaarten gaan ruilen. Oftewel dit soort kanskaarten mogen ze met elkaar gaan ruilen. En ze mogen zelfs uitrustingsstukken aan elkaar gaan geven. Dat is allemaal geen enkel probleem. Verder mogen ze natuurlijk gaan proberen, in onderling overleg, om bijvoorbeeld valse uitbraakprogingen te gaan opzetten. Dus je gaat bijvoorbeeld al een beetje verzamelen bij zo'n tunnel, waardoor de Duitse speler denkt, oeh, ze gaan misschien zometeen met z'n allen die tunnel in. En ja, dan moet ik toch op tijd zorgen dat ik bij die tunnel ben om daar ook weer aanhoudingen te verrichten. De tunnels zijn nog even wat bijzonder. Daar heb je een kanskaart voor nodig. Die geeft specifiek aan welke tunnel open gaat. Als hij die kaart speelt, moet de speler twee pionnen in de tunnel zetten om hem open te houden. Zodra er minder dan twee pionnen in de tunnel zitten, dan gaat de tunnel storten als het ware weer in. En dan kan er niemand meer in. Degene die dan nog, die ene pion die er dan nog in staat, die mag nog wel kiezen om er doorheen te sneaken. En dat mag hij dan doen of terug uit of naar de exit. Maar dat is een beetje hoe de tunnels werken. En je zult zien, deze tunnel die komt hieruit. Hier zo kom je bij de muur uit. Dan moet je nog even over de muur klimmen. En deze komt gelijk aan de andere kant van het hek uit. Ja, en dat is voor de Duitsers gewoon een hele vervelende tunnel. Maar de Duitse speler heeft natuurlijk weer een kaart waarmee die tunnels kan laten instorten. Als officieren in de tunnels zitten, dan kunnen ze niet gearresteerd worden en ze kunnen ook niet door de appelkaart terug naar het appel geroepen worden. Dus ze zijn wel heel prettig om te gebruiken. Nadat er iemand heeft proberen te ontsnappen, dus die heeft hier een touw gebruikt, hier de draadschaar, en die speler wordt gevangen, dan moet je ook zien dat dit wordt weer hersteld, dit touw wordt weggehaald, dus er moet weer opnieuw touw worden gespeeld, nieuwe draadschaar, dat betekent dat en de geallieerde officieren hier dus niet zomaar weer doorheen kunnen, en dat de Duitse spelers dus ook weer geen gebruik kunnen maken van deze vakjes. Het laatste wat een speler kan doen, is in bittere wanhoop alles of niets gaan doen. Dat mag een speler één keer per spel doen. Dan pakt hij de bovenste alles of niets kaart. En dan gaat hij met één van zijn officieren, laten we voorbeeld blauw nemen, die zich nog in het grijze gebied bevindt, gaat hij proberen om te ontsnappen. Hij draait de alles of niets kaart open. En de alles of niets kaart zegt hoeveel dobbelstenen je hebt. 3 worpen om naar buiten te komen. Gooi je met alles of niets ook dubbel, dan mag je door blijven gaan en dit mag doorgaan totdat je dus niet meer kan. Dus ik heb nu 3 dobbelsteenworpen om en dan moet ik of hier, of hier, of hier in vrijheid komen. Ik mag pas en sleutelvakjes negeren, ik moet gewoon hollen naar de vrijheid. Dus ik kan of zo gaan naar deze, of ik kan zo gaan. En dan is het gewoon een kwestie van gooien. Dus ik gooi 6, ik gooi dubbel 6, dus ik mag een extra worp doen. Ik gooi nog een keer 7 en ik gooi nog een keer 4. Nou, als we dat allemaal bij elkaar optellen, dan komen we tot de conclusie dat ik het niet red. Dat betekent dat ik dus, terwijl ik mijn alles of niets poging doe, gevangen word. En dan word ik helaas terechtgesteld. En dat zou nog niet zo erg zijn, maar omdat ik dit geprobeerd heb, vertrouwen ze mijn team niet meer.
Dus gaan alle blauwe mannetjes uit het spel. En daarom heet het alles of niets. Doe je dit? Lukt het? Ben je ontsnapt? Lukt het niet? Ben je dood samen met alle spelers, alle je pionnen uit het spel. Dus dan ben je gewoon helemaal uit het spel. Het is een wanhoopsdaad. En dat is hoe men Escape from Gold iets speelt. Het spel Escape from Colditz is een leuk coöperatief spel wat duidelijk gemaakt is in de tijd van Monopoly, Mens erg je niet en meer van dat soort spellen. De geluksfactor is enorm hoog, zowel als met de verplaatsing als met de kaarten die je krijgt. En het kan maar zo zijn dat de Duitse speler alsmaar kaarten trekt die precies jouw ontsnappingspogingen weten te blokken. En het kan natuurlijk ook andersom zijn, waardoor de Duitse speler slecht gooit, slechte kaarten trekt en de gevangenen met bosjes tegelijk het kasteel uithollen. Aan het begin van het spel is het voor de Duitse speler wat saaier. Alle spelers zijn nog niet voorzien van ontsnappingsuitrustingstukken. Dus die gaan druk door het kasteel hobbelen, waar ze ook nog eens een keer niet zomaar aangehouden mogen worden. En de Duitse speler mag ook nog eens een keer niet hun doorgang blokkeren. In het begin is het spel vooral voor de officieren. En op een gegeven moment dan hebben ze natuurlijk hun eerste uitrustingsstukken. Ja, en dan staat de Duitse speler allang klaar om je gruwelijk te arresteren. En dan begint de strijd om uit Colditz te ontsnappen. De regels, zoals ik al zei, zijn in het traditionele spel lekker onduidelijk. En vandaar dat ik wat dingen heb opgesnort en heb geprobeerd middels deze review het voor jullie ook een stuk duidelijker te maken. Wat goed gedaan is in het spel is het teamwork. Je kunt kaartjes met elkaar ruilen, je kunt tactieken met elkaar afspreken. En als een andere speler een tunnel openzet, dan kun jij daar vervolgens ook met jouw mannetjes ingaan. Of je gaat met meerdere mensen, klim je over een muur heen. En vervolgens ga je over die muur, al klimmend over die muur, ga je naar buiten en dan verspreid je daar om het de Duitse wachters lekker moeilijk te maken. In de hoop dat er in ieder geval één of twee van de ontsnapte gevangenen naar buiten weten te komen. En wat het spel verder ook heel geinig doet, is natuurlijk de druk van het ontsnappen. Eerst ben je een beetje aan het plannetjes bekokstoven, je bent goederen bij elkaar aan het verzamelen. En op een gegeven moment heb je zoiets van, dat kan ik wel bereiken en ik heb wat kanskaartjes waar ik dat en dat mee kan doen. Ja, en dan is het kijken, ga ik of in een rechte lijn voor de exit, of ga ik proberen middels wat afleidingstactiekjes de Duitse speler op het verkeerde been te brengen en dan snel sneaky er vandoor te glippen. Dus dat is heel leuk gedaan. Al met al is het een leuk spel, maar naar mijn smaak duurt het te lang voor wat het is en is de geluksfactor te hoog. En daarom heb ik het slechts een bescheiden zesje gegeven.